Hallo luidjes, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Roel Kuipers en ik ben lekker aan het wandelen samen met de hond. Het is echt heerlijk weer vandaag. Het zonnetje schijnt, de lucht is ook vrij blauw. Beetje wolken trouwens, dus Teletubbies blijft maar weg. Ik heb vandaag een best wel binnenplanning, dus dit is het enige momentje buiten. Moet je ook van genieten af en toe. Ik ga het rondje even afmaken en dan gaan wij, als het goed is, verder met de schoenen. Het is vandaag zo'n dag, wat ik laatst ook al zei, het proces ligt een beetje stil als het om de schoenen gaat. En daarnaast zit ik met het probleem dat ik mijn 5 dagen voorsprong kwijt ben. Dus dat ik dit eerst heb moeten doen voordat ik iets anders kon gaan doen vandaag. Nu is het zo dat we ook bezig zijn met de custom schoenen. En zoals je ziet zijn ze goed opgedroogd op dit moment. Alleen is het Nike logo, ja, is echt nog een beetje lelijk. En daarnaast, de schoen heeft ook nog wel wat afwerking nodig. Dat kan ik vandaag allemaal niet gaan doen. Maar wat ik wel kan doen is even de tweede laag oranje op het Nike logo smeren. Dan hebben we toch even weer een stap gezet daarin. En dan komen de schoenen ook langzaam op het punt dat ze af zijn. Dus dat ga ik doen. Goed, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Want ja, mijn lagen die dekken allemaal niet in één keer. En als ik dan op TikTok video's bekijk, dan zie ik hoe het bij iedereen gewoon met één verflaag voldoende is. Blijkt dat je het gewoon wat dikker op moet smeren. Dus dat ga ik ook proberen. Het enige waar ik dan mee zit als ik het dikker op smeer, is dat je de stiksels van de schoen kwijtraakt. En dat wil ik ook niet. Aan de andere kant worden die uiteindelijk toch zwart. Dus is het misschien ook niet de wereldramp. Nou, het is ook niet voor niets dat die mensen ze wel kunnen verkopen en dat ik dat niet doe. Dat heeft een reden. Ik probeer het even met een iets bredere kwast. Misschien is dat ook wel beter. Kijk, en begrijp me niet verkeerd hoor. Ze hoeven echt niet helemaal tot in het detail helemaal perfect te zijn. Ik vind dat je bij handgemaakte schoenen best nog wel mag zien dat ze handgemaakt zijn. Maar het hoeft ook geen kleurplaat van een kind van 6 te lijken. Mocht je dit zelf ook willen doen trouwens, ik raad gewoon mijn eerste dag raad ik af. Ik plak het niet af, je wint er niks mee, je verliest er alleen maar mee. Kijk, je kan het wel afplakken als je het met zo'n verfspuit ding zou gaan doen. Nou, die heb ik niet. Die krijg ik ook niet. Zo, dat is de ene kant. Dan moet de andere kant nog. Nadeel als je de ene kant en de andere kant bijna tegelijk doet, is dat je heel erg na moet denken over hoe je de schoen neerzet. Want ik kan hem nu niet vlak neerleggen. Als jij nou iemand bent of kent die dit echt vet goed kan, dan mag je altijd even berichtjes achterlaten in de reacties met tips of andere materialen. Niet dat ik dit nog 100 keer ga doen, maar ik moet sowieso die andere schoen nog. Zo, de Nike logo heeft nu ook zijn tweede laag aan beide kanten. Dan is het weer tijd voor de saaie mededeling, want dit gaat weer drogen. Nou, deze tweede laag zit er nu dus op. Dit gaat weer opdrogen en dan kan ik één deze dagen weer verder met echt een hele grote stap te maken in plaats van deze kleine stapjes. Maar ja, ook dit kleine stapje is best een grote stap op het eindresultaat, want het moet gewoon gebeuren. Tot nu toe, ja, ik blijf het zeggen, maar ik vind het maar gewoon, de kleurencombinatie vind ik gewoon vet. Hier aan deze. Je stoort de vlog. Oké. We veranderen even van volgorde vandaag, want ik zou gaan douchen en dan eten. Maar mijn moeder belt net dat ze het eten al heeft opgezet en dat het klaar is. Dus ik ga eerst eten en dan douchen. Dus ik heb even lekker mijn huispak aangetrokken. En dan gaan we eten. Het ziet er wel lekker uit. Tijd voor poging 2.
Ik heb de douche aangezet, ik ga even douchen. Ik heb net worteltjes met aardappels en een groenteburger gegeten. Was best wel lekker. Het is nu tijd om te douchen, aan te kleden en dan ga ik weer naar het werk. Nou, soms heeft je dag een klein geluksmomentje nodig. Vandaag heb ik zo'n geluksmomentje. Letterlijk geluk trouwens. Ik stap in mijn auto onderweg naar mijn werk en ik kom er dus achter dat de auto vannacht niet op de handrem heeft gestaan en niet in de versnelling. Oftewel, hij had zo naar voren kunnen rollen en tegen een andere auto aan kunnen botsen, maar dat is niet gebeurd. Daar ben ik heel blij mee. Het zit namelijk bij ons in de straat zo dat het ietsjes afloopt. Als je daar zo skateboarden, dan rol je automatisch naar beneden. Dus dat hij niet is bewogen, dat is echt een geluk. Maar goed, ik ben weer onderweg naar het werk. Dit is dus voor nu eventjes de laatste dag dat ik moet werken. Ik heb wel een vrij drukke agenda ook voor de rest, maar wel met leuke dingen. Ik moet vandaag werken, 5:15 tot 2:15, je weet het inmiddels wel. En dan heb ik vandaag de lamp voor de terugweg in de auto wel meegenomen. Want ik ben benieuwd of het werkt, hoe het eruit ziet, hoe die licht geeft, et cetera. Ik ben gewoon heel benieuwd wat hij nou echt doet in het donker. Hij is helemaal opgeladen, dus dat is fijn. En dan kan hij ook op de laagste stand, wat al best wel genoeg licht is volgens mij, kan hij 9 uur meegaan. Dus dat is lang. Verder zit er ook een RGB-functie in, dus ik kan hem alle kleuren geven die ik zou willen. Maar ja, ik denk dat we hem het meest gaan gebruiken voor gewoon natuurlijk wit, misschien iets gelige licht. Warm licht, warm wit. Ik ga even werken en dan zie ik jullie weer na de werkdag. Ik ben klaar met werken en ik heb mijn nieuwe lamp geïnstalleerd. Dus zoals je ziet, ja, schijnt er een mooi lichtje op mijn gezicht. Ik ga nog even kijken op de Aurora app, oftewel de app voor het zien van eventueel het noorderlicht. Want het zou vannacht weer moeten kunnen dat je het hier ziet. Nu ben ik realistisch. Ik denk niet dat we het op dit moment kunnen zien. Maar ik ben toch benieuwd. Nee, het is alweer te laat. Op IJsland heb je nu echt volle bak kans dat je het gaat zien. Maar ja, daar zit ik niet. IJsland, Noorwegen, daar wordt het gezien. Hier in Nederland niet meer, dus ja, geen noorderlicht voor mij. Oh, dit zijn live webcam beelden vanaf IJsland. Ik wil echt een keer naar IJsland, hier moet je zien. Abonneer, dan kan ik naar IJsland. Even de andere app, want ja, DoubleCheck, dat is wel zo goed. Aura Forecast. Nee, het noorderlicht is hier op dit moment niet te zien. De kans is ook onmogelijk, dus ja, we gaan het gewoon niet zien. Dat is jammer, dat betekent dat ik naar huis ga. Want ja, mijn werkdag zit erop. Ik moest krabben trouwens, maar niet echt krabben, want ik heb die spray, dat weten jullie inmiddels. Maar ik moest in ieder geval de spray gebruiken om iets te kunnen zien door mijn ramen. Zo. Dan gaan we naar huis. Ik moet even de blower aanzetten, want mijn ramen die beslaan door de hoeveelheid die ik uitadem. Het is geen fijn geluid, ik weet het. Zo meteen dan kan het weer. Ik ben wel blij met dit lampje, want letterlijk dit waar die nu op staat is 1%. Nou, dat is echt meer dan genoeg. Meer dan 1% heb ik niet nodig in de auto. Ik deed hem aan en toen dacht ik 1% dit? Ik had echt wel verwacht dat dat 10% zou zijn. Dus 100% is echt mega fel. Dat kun je in de auto niet aanzetten tijdens het rijden. Ik denk dat ik daarmee gewoon de lampen van mijn auto kan vervangen als die stuk zijn. Morgen ben ik lekker vrij. Dan ga ik tussen de middag iets met Alissa doen. We weten eigenlijk nog niet zo goed wat. Je hebt ook best kans dat het gewoon drinken op het terrasje wordt en verder niks. Weet het nog niet. Maar af en toe drinken op het terrasje en gewoon niks doen en voorbij praten is ook hartstikke lekker. Dus ik zou er niks op tegen hebben als dat het is. Aan de andere kant, weet je, het is nog steeds erop uit. Dus een activiteit zou ik ook heel leuk vinden. Maar goed. Dat zien we morgen wel. Misschien gaan we iets doen, misschien gaan we niets doen. Ik ben best een beetje moe, maar dat komt ook omdat dit de 5e dag op rij was dat ik heb gewerkt. Dus nou, nu hoor ik je hardop denken van, nou,
vijf dagen op rij werken, dat is voor heel veel mensen is dat niet heel bijzonder. Nee, dat klopt. Dat snap ik, dat dat een gedachte kan zijn. Maar over het algemeen, de mensen die vijf dagen werken, die werken diensten van 7 of 8 uur. En met een pauze ertussen. Ja, in onze branche heb je geen pauzes. Dus werk je gewoon de hele dienst non-stop. Je hele dienst wordt doorbetaald. Natuurlijk heb je wel tijd om zo nu en dan een keer een hapje te eten en wat te drinken. Maar geen officiële pauze. Dus je staat altijd aan. En dat 5 dagen op rij, 9 uur en 10 uur lang. Dat is best pittig. Ik weet niet hoe morgen de kansen zijn. Maar als er morgen nog steeds een redelijke kans is op het spotten van een Noorlicht, dan wil ik het best die kans wagen om het te zien. Ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe de situatie is. Want ja, donderdagochtend is wel gewoon een ochtend die doorgaans vroeg voor mij is. Met de radioshow en andere zaken. Dus ik weet niet hoe handig het is, maar ik ga kijken. Nou, ik ga nog even het laatste stukje naar huis rijden, want ik moet de blower ook weer aanzetten, want ja, het is gewoon koud buiten, dus alles beslaat weer langzaam. Dus om het veilig te houden, zet ik de blower weer aan. En dan zie ik jullie thuis. Goed, ik ben weer thuis. Het is ook tijd om naar bed te gaan. Dus vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jullie morgen weer om 6 uur bij een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot morgen.